Het is vrijdag 22 juli. Dit is Drenthe Nu met vandaag onder meer. Hogeveeners nemen heft in eigen hand en beginnen school voor Oekraïense kinderen. Deelnemers fietsvierdaagse krijgen steuntje in de rug tijdens laatste loodjes. En showband Mercurius weet van toeten en blazen en gaat naar officieuze WK. Het is niet minder van worden in de natuur dan bij die water wat er vallen is. Het is allemaal zo fris en groen als wat. Het weer, we praat je de dolkies in over bij. Goedenavond, een basisschool voor Oekraïense kinderen in Hogeveen. Door te weinig aanmeldingen en een gebrek aan onderwijspersoneel hebben de gemeente en scholengemeenschappen Prico en Bijeen de plannen tijdelijk stilgelegd. Een slecht idee vinden twee vrijwilligers van het uitgiftepunt voor Oekraïners. En ze komen daarom zelf in actie. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we ook nog schoolborden zouden kunnen krijgen en ander lesmateriaal wat we nodig zijn voor de inrichting. Oekraïense mensen vertelden ons hier dat ze erg teleurgesteld zijn over de belofte dat er een school zou komen voor hun kinderen en die kwam er niet. En hebben wij besloten om te kijken of wij zelf eventueel een school kunnen bedenken. De kinderen worden momenteel verdeeld over andere scholen opgevangen. De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat de landgenootjes bij elkaar op school zitten, zodat de lessen aansluiten bij het onderwijs in hun thuisland. Er zal een moment komen dat deze kinderen terug zullen gaan naar Oekraïne. En dan is het natuurlijk fantastisch als deze kinderen in hun eigen land iets kunnen meenemen van datgene wat ze hier in Nederland hebben meegekregen. Julia Zoloktina verblijft sinds april in Nederland. In Oekraïne was ze zelf docent. Het lespakket is volgens haar belangrijk, maar de school moet ook een veilige thuishaven worden voor de leerlingen. It's really a good opportunity for Ukrainian children to have a Ukrainian school where they will feel emotionally safer, where they will feel emotionally comfortable. Well, this is the school plan where we have talked about and how we think that the child has to go to learn. Het opzetten van de school kost veel werk. Er moet een schoolplan komen en de financiën spelen een belangrijke rol. Geld hebben ze nog niet. En om in aanmerking te komen voor subsidies gelden allerlei regels. De snelste klap is door samen te werken met bestaande schoolbesturen waar je school onder zou kunnen vallen. Maar ja, daar ben je afhankelijk van andere schoolverbanden die bereid zijn om met jou die samenwerking aan te gaan. Ja, en daar zijn we op dit moment hard mee aan de slag om te kijken of we toch met bestaande scholen of schoolbesturen eruit kunnen komen. Een geschikte plek denken ze al te hebben gevonden, namelijk de voormalige vaccinatielocatie langs de Vos van Steewijklaan, die nu al dient als opvangplek. Nou, ten eerste omdat de mensen hier al zijn. Wat wil je nog meer? De mensen zijn hier, ja, de kinderen en er komen hier de jonge gezinnen ook. Dus ja, het is ideaal. Dan kunnen ze gewoon oversteken en dan, ja, dan zijn ze in de school. En mocht de kans zich voordoen, dan wil Zoloktina lesgeven. I also hope to help students become a part of this community faster. Wanneer gaat die open? Als het aan ons ligt, na de zomervakantie in september. Ja, na heel wat kilometers op de tweewieler zit het er weer op, de fietsvierdaagse in Drenthe. Vanmorgen kregen de deelnemers in Diever een muzikaal steuntje in de rug. Ingrid en Jan staan al vroeg te spelen bij de stempelpost in Diever. Een paar uur lang moedigen ze de deelnemers van de fietsvierdaagse aan. Wij maken greengrass music, dat is een soort folk music. Met verschillende instrumenten, gitaren, autoharp, een mandoline. En we trekken door Drenthe met de bakfiets en de fiets. En terwijl Jan en Ingrid druk staan te spelen, halen de deelnemers hun laatste stempels op. Ja toch? Ja, nou, dat is weer een mooie rit. Heel mooi. Onderweg zie je veel elektrische fietsen, maar deze mensen doen de tocht op de vouwfiets. Er zit in de kuit, hè, de elektra. Ja. Ja. Nee, we zijn met de boot en dan is de grote fiets een beetje moeilijk mee te nemen. En dit staat voorop, dat gaat prima. Deze editie deden rond de 7000 fietsers mee. Dat is iets minder dan de organisatie had gehoopt. Maar voorzitter Jan Broertjes kijkt tevreden terug op de afgelopen dagen. Gisteren, eind van de dag, een paar kleine buitjes. Maar verder hebben we vandaag zo'n prachtige fietsweer. Dus daar hebben we geen klagen over. Er zijn natuurlijk altijd een paar kleine ongelukjes, een paar valpartijen. Maar goed, dat gebeurt met gewone fietsen ook. Dus ja, niks ernstigs. In Westerbork werden de fietsers feestelijk onthaald met een rode loper, champagne, bloemen en natuurlijk een medaille. Maar ja, waar laat je die medaille als je thuis bent?
Ergens in een doosje waarvan ik denk, waar lag het ook alweer, hè? Meestal wel. Ja. niet aan de schoorsteenmantel gehangen. Nee, helaas. Nee, we hebben er geen kapstokje voor. En nu? De rest van het weekend even met de benen omhoog? Nee, even afpilsen. Dat hoort er ook bij, hè? Proost. Ja, dankjewel. Eens in de vier jaar staat Kerkrade een maand lang in het teken van muziekkorpsen en ensembles uit de hele wereld tijdens het Wereldmuziekconcours. De Mercurius Showband uit Assen doet dit jaar voor het eerst mee. Voor de laatste keer werd er gerepeteerd. Nu nog voor een klein publiek van vrienden en bekenden. Maar aankomend weekend staat de Mercurius Showband in een vol Roda JC-stadion in Kerkrade tijdens het WMC. WMC is een afkorting voor het Wereldmuziekconcours. En dat is eigenlijk het WK als je kijkt voor showkorps, maar ook voor zittende korpsen, voor brassbands, voor eigenlijk alles wat muziek maakt. En wij gaan dan meedoen in de klasse voor show en voor mars. Het is de eerste keer voor Mercurius dat het meedoet aan deze competitie. We zijn in 2019 hebben we met ODSC meegedaan. Dat zijn de Open Dutch Championships, dus het Nederlands kampioenschap. En daar zijn we toen in onze klasse kampioen geworden. En eigenlijk is dit dan een mooie vervolgstap. We gaan echt niet per se heen om eerst te worden, wij gaan heen voor de ervaring. En natuurlijk, als we het goed doen, dat vinden we heel mooi. Maar het gaat om de ervaring en dat we samen met z'n allen iets moois neerzetten en het publiek laten genieten. Aanstaande zaterdag en zondag moet de showband laten zien wat ze in huis heeft. Gaan we naar Roden, want Roden heeft er een kindcentrum bij. Voor OBS De Marke betekent het de start van een nieuw hoofdstuk. Nou, hoe heerlijk. We hebben zo lang moeten wachten, 3,5 jaar in noodlocaties. Ja, dus hoe geweldig dat de kinderen hier straks na de vakantie les kunnen krijgen. De tijd van noodgebouwen is voorbij voor kinderen van OBS De Marke. Een gloednieuwe school in Hartje Rode, met daarin ook een kinderdagverblijf, werd vandaag onder grote belangstelling geopend. Ik vind het echt heel mooi geworden, echt. De buitenkant is mooi, binnenkant ook. Ook heel groot. En vooral echt super fijn om hier te gaan leren. Sinds januari 2019 zetelt De Marke in een noodgebouw, omdat de oude school plots verzakte. Een oplossing kwam er snel, maar ideaal was het onderwijs in bouwcontainers zeker niet. Nou, het was eigenlijk wel goed, maar het is fijn om gewoon in een echte school te zitten. Want soms dan hoor je ook gewoon andere mensen gewoon buiten, dan is het heel vervelend. Nee, dan toch liever de nieuwe Marke. Al kunnen Sven en Tess maar 2 jaartjes van de school genieten. En dat vind ik ook best jammer, want dan zitten we net in een nieuwe school en dan moet je alweer weg. Over nieuwe aanwas hoeft de school zich geen zorgen te maken. Het regent namelijk aanmeldingen in Rode. Ja, we zijn helaas bang dat we vrij snel vol zitten. En dat we dus eigenlijk in overleg met de gemeente en Open Noorderveld dat we een oplossing moeten gaan bedenken hoe we het gaan oplossen. De gemeente Noorderveld denkt alvast na over mogelijkheden. Deze school is wel dusdanig gebouwd dat er uitbreiding mogelijk zou kunnen zijn, maar ik zeg zou kunnen zijn, want allereerst kijken we als gemeente natuurlijk naar de andere schoolgebouwen die we hebben. En daar wordt dan eerst naar gekeken dat die kinderen dan helaas dan niet naar De Marke kunnen, maar naar een andere school in het dorp Roden. Maar vanmiddag leken die zorgen in ieder geval nog ver weg. Het is vandaag dus de laatste dag van de Drentse Rijwielvierdaagse en wij starten voor Arngs tussen Smulde en Dievenbrug bij de Kalkhoomt. En hier moeten fietsers langskomen. Ja, in het fietsweer, gisteren was het al vrij schier en vandaag volgens mij ook. Ja, en vooruit vanavond nou heel laat binnenkomt, het blijft redelijk schier fietsweer, wisselend bewolkt, meest iets droog, een graad of 11. Morgen blijft de wind u de noordwestelijke hoek wijden. De dag begint voormiddags dus gries. Nummerdaags komt de zondag hier nog even met de pas. Dan krijgen we een fijne 23 graden en het blijft droog. Dan kijken we nog even vooruit. Zondag komt een beetje aan de weer aan. En dan giet de temperatuur in ieder geval hard omhoog. Het kwik kan in de meter de 28 graden aantikken. Boel zon, bruierig weer met wat stapelwolken misschien. Maandag ligt in het verlengde daarvan. Wordt ietsie frisser en ook ietsie griezer. Dinsdag neemt de kaas op een bui toe. En dan giet de temperatuur weer naar beneden. Heel best weekend in ieder geval. En tot aan de week. Adieu. En dit was Drenthe Nu. Meer nieuws vindt u op onze website of in onze app. En daar leest u onder meer over het nieuwe wapen in de strijd tegen de eikenprocessierups. Namelijk een paintballgeweer. Voor nu wens ik u een fijne avond, een goed weekend en graag tot morgen.